Goedemiddag allemaal, het is nu 2:15 en welkom bij deze gloednieuwe vlog weer. Ja, het is vandaag zondag de hoeveelste? 22 april. Ja, het is wat ik al zei, 2:15. En daarbij, Loffie heeft een puinhoop hier gemaakt. Kijk. Oh, en ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Gewend vandaag. Ja, yeah, nou ik ben even broodjes aan het smeren. Roderick die zit nu lekker op de bank. Niks te doen. Je kan ook even hier ook komen. Gezellig. Om te kijken wat ik aan het maken ben. Ook gezellig. Hoeft niet. Mag wel. Ja. En hij mag niks op zijn eigen manier doen. Mag wel. Ik wil het eigenlijk niet. Mag eigenlijk wel. Ja, precies. Dus ja, gezellig. Helemaal leuk. Helemaal top. Dus En hij gaat zo meteen op zijn manier vertellen wat wij zo meteen hebben gedaan. Net. Ja, ja. Ja, ja. Hoi. Hoi. Alles goed? Nee. Want? Het is veel te warm. Ja. En als het niet veel te warm is, is het veel te koud. Ja, en er komt toch onweer aan, zeggen ze. Dus. Zeggen ze dat? Oh, wie zegt dat allemaal? Over niks dan? Niet. Nee. Wil jij iets uit naar de kast halen van mij? Kast. Ja, babogeen. Lekker zoet, maar dit is wel lekker zoet. Zoet. Voor jou doe ik niet zo heel veel hoor. Oh, rustig maar hoor. Zo genoeg? Ja. Nou, ik ga nu even een broodje Bebogeen aan Roderick geven. En ik ga ook met Bebogeen eten. En dan nog een broodje met gebakken ei. Lekker. Lekker? Anders. Ja, maar dat is het altijd als je iets niet bent gewend. Dat heb ik ook erop, ja. Wees blij en dat je tenminste iets krijgt. Het smaakt naar boter inderdaad, dat kan er niet. Altijd leuk even pesten. Dank je. Kauwen, slikken, happen. Dit is van karamel smaak aan. Ja! Zo karamel. Kijk, karamelpasta. Oké. Okay. Oh, okay. Wist ik niet. Nee. Weet ik dat? Als je niks zegt. Dan moet je gaan kijken. Ja. Lezen. Ja. Ja, maar dat is moeilijk zeker, of niet? Ja, veel te moeilijk. Dacht ik al. Mag ik erbij? Ja. Ik ga nou even lekker eetje bakken. Ja, ook gezellig, toch? Laten we zien. Leuk. Wil jij een geklust eitje of wil jij een hele dooier? Een geklutst ei of wil jij een hele dooier? Verras me maar. Oké. Wil je twee broodjes met ei of niet? Eentje is genoeg. Eentje is genoeg? Oké. Mooi. Kijk. Die gaat ook weer mooi terug. Die gaat terug. En Ro die staat een beetje half erbij om niks te doen. Hé Ro, altijd hè? Oh, oké. Okay. Wat vindt hij leuk? Niks doen. Niks doen. Vindt meneer de grappig? Oh, leuk. Gewoon meneer niks doen. Nee. Zo, en ik ben wazig. Vind ik niet leuk, nee. Wazig worden. Oké, okay, nou, toen pak ik even eieren. Eén ei geklutst. Hé, hey, lof, niet doen. En Ro, die vindt het allemaal een beetje spannend vandaag. En ik ook trouwens, moet ik enigszins bekennen. Een beetje toch wel. Hè? Een beetje toch wel.
Klein beetje? Ja. Oh, met voor wat? Nou. Nou ja, ik zou zeggen, praat het. Praat het uit. Nee, ik praat zometeen en tegen de mensen thuis. Okay. Wat er gebeurt? Pak gewoon een beetje draaien, maar hup, juist. Zoals jullie weten. Nou, ik heb Husky Max in de opvang zitten. Tenminste, ik ben de opvanger. En ja, nee, dat wil niet. Maar oké, maakt niet uit. Ja. Ja. Dan kun je gewoon zo staan praten. Ook handig. Nou goed. Ook handig. Ik heb dus hond Husky Max in opvang. Ik ben de opvanger. En vandaag zou de eigenaar van Max op bezoek komen. Om even te zien hoe alles gaat. En even een stukje lopen en dan. Nou goed. Dus even kijken hoe reageert Max op. Van oké, ik heb je al 4 maanden niet gezien. Nou, en, 4 maanden is ook een beetje overdreven. Oké, okay, okay, een beetje overdreven. We gaan nu 3 maanden. Ja. Dus dat. Gewoon even kijken hoe Max erop reageert. Nou, best wel spannend eigenlijk, vind ik. Ja, Max die zit hier al 3 maanden, dus ja, ja, dat is en heeft verder alleen maar, kent hij alleen maar mij mee te lopen en dan komt opeens de eigenaar weer terug. Die dan zo een hele tijd niet gezien heeft. Dus even kijken, nou, hoe gaat het dan? Het kan zijn dat je mag zeggen, ik moet niks van je hebben, want je laat me in de steek. Of ik kan zeggen, oh, je bent er weer gezellig. Dus dat is een beetje de spanning erin. De angst. Spanning, nou ja, angst, spanning, ja, inderdaad, spanning. Ja. Van het niet weten hoe en wat. Dat is even mijn punt. En Karen is lekker met eitjes bezig. Dacht ik zo. Even kijken wat we aan het uitspoken zijn. Wat zijn jullie aan het uitspoken? Die eieren ervan. Hè? Eieren ervan, lekker. Met de nodige kruiden erbij, zoals gebruikelijk. Ziet er goed uit. Mee op je schouder. Ik vind het helemaal prima. Ik heb altijd 2 standaard kruiden die je gebruikt. Dat zijn de paprika poeder en de curry poeder. Die zijn eigenlijk overal in, behalve in appartement. En dan naar smaak worden de andere kruiden bijgevoegd. Dat is altijd wel bijzonder om te zien hoe je iets in elkaar tovert. Dankjewel. Dus. Dat Bebogeen, dat is ook wel een grappige. Karamelpasta. Nog nooit van gehoord, maar goed. Ik ken wel de chocoladepasta, maar dat is weer wat anders. Dan kun je lekker hier neer. Met die kanten. Ja, dat weet ik. Zo. Ja, voor een deel. Ja, tomaten. Precies. Eitjes zijn al aardig gevorderd. Ja, jouw eitjes, ja. Nee, eitjes, meer van. Oh. Ja, jij zegt en verras me wel, maar prima. Ja, verrassing. Verrassing, je krijgt geen ei. Nou, ik zal nog even verder gaan met afwassen. Er staat nog een en ander. Je nieuws erbij inmiddels. Ja, straks, alsjeblieft, ik ben bezig met eten. Alsjeblieft. Straks weer verder. Met afwas. Kijk uit, ja, ik kijk heel erg uit, mensen. Springen hier, hopelijk. Het is lekker weer buiten. Binnen ook lekker weer. En nou, het is eigenlijk volop lente met alles in bloei, zowat. Wat in bloei kan staan. Wit, paars, rood, geel, noem maar op. Vooral tulpen en narcissen. Er zijn nog een aantal bloesembomen die staan in bloei. Ook allemaal mooi te zien.
En het is eigenlijk, zo te zien, op een paar wolkjes na, strak blauw. Dat is mooi. Dus. Sorry, ik was heel onopinig slecht. Uit de pak drinken. Heb ik dat even moedig geleerd? Nee, Emma doet het wel. Als jij de enige bent die uit het pak drinkt, vind ik het goed. Je zal mij dorst hebben. Nou, prima toch? En er is standaard altijd iemand aanwezig in de keuken. Ja! Zodra je aan het koken bent, komt er iemand langs. Die gaat nu lekker op het balkon liggen. Het ziet er goed uit. Yummy. Yes. Nu? Weet je zelf niet dan? Jij wou toch een verrassing? Nou prima, dan krijg jij een verrassing, jongen. Ik krijg ineens wat? Drie eieren in je maag gesplitst. Fraai is dat. Dat ziet er wel lekker uit. Kijk, daar hebben we de standaard aanwezig. Maar ja, ik ben toch zo en zo slecht voor jou, dus heel ja. Slecht. Eigenlijk altijd in de buurt liggen, zodra je aan het koken bent. Moet je lekker naar de wacht. Hé! Wat is dat? Je hebt een kapje BBG en een ei mee voor zelf aan het maken. Ja! Yeah. Oh. Ja, nou toch, en jij hebt echt zoiets van een geklutstheid? Ja, alsjeblieft. Heb je nu ook een echt geklutstheid? Prima. Hé, ja, kluts. Handig, als je de klus kwijt bent, kan je even een ei klutsen, dan heb je weer klus gevonden. Het ziet er lekker uit. Je weet niet of het lekker is. Nee, het ziet er lekker uit. Dat is mooi, net als dit, hè, zeker gisteren. Dat was ook prima te doen. Er zijn altijd een aantal gradaties in waarin ik iets zeg. Ik zal maar eigenlijk nooit zeggen van nou, dit is echt tip-top lekker. Dat het van goed smaak, zeg maar. Zeg van nou, het is prima te doen. Met iets ronduit smerig, dan. Moffie! Dat hoef ik niet. Kijk eens! Zitten! Nou, even kijken. Aha. Oh, wacht even, ik pak ook nog wat anders voor jullie. Nee, pak het ook, zeg. Je hebt hier eitjes met schaal en al. Hier komt nog een heel ei bij. Onderuit en roomgeroffel. Dat misleed je toch niet, dus dat scheelt. Alsjeblieft. Overslag wordt erop. Ga maar kijken. Daar ga je weer. Dan gaat ze alles. Kijk. Weg. En dan gaan we even achter eraan. Met ei en al. Ja, dat gaan we niet eens hier al doen. Lovely, naar binnen. Kom eens hier. Ja, doos. Oh, lekker. Maar ja, maakt niet uit. Geef niet. Dat is lekker, hè. Wat ga je doen? Daarmee? Weggooien. Nee! Ik geef het aan haar. Nee, ook niet weggooien, nee. Ze eten toch wel op zometeen. Dan gaat hij het
Mannen. Want ze is gewoon lekker even aan het... mee aan het spelen, nou en? Ja, alleen het moet soms dan even hier al een stukje in gedweld worden, nou en? Geef het toch aan haar, waarom gooi je het weg? Omdat ze het hier al mee sleept? Ja, nou en? Natuurlijk wel. Hé, mannen hebben er geen verstand van haar kind, nee. Zal ik hem even dweilen hier. Nou, en toen lag ik lekker op de bank en Roderick die zit op de bank. Hoi. Hoi. Alles goed? Nee. Vertel. Nou, er was vandaag een afspraak. Ja. En die is eigenlijk op het laatste moment afgezegd. Vanwege een ongeval in de familie. Ja. Aan de kant van de afspreker. En die belt zegt van even een beetje het allerlaatste moment af. Dat is een beetje kriekelig. Dat is het enige. Ja, ja. Dan zal zeggen, oké, dan gaan we dat doen, Dus nu verloopt de hele planning loopt in de war. Ja. Maar dan kunnen we wel zometeen even wat andere dingen doen in dit huis. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat kan. Maar zo, een beetje hè, dichtbij, ja, yeah. Maakt niet uit. Nee, maar we gaan sowieso even vegen, sowieso. En even mijn stofzuigerzak even kijken hoe vol die is, want die opdracht had jij gekregen, maar ik ga je er wel mee even helpen. Vind je dat oké? Ja, dat is zo. Mooi. En even wat dingen even opruimen, wat weg kan weg en wat blijven, dat blijft. Dus ja, gaan we gewoon even doen. En het is nou nog te warm om te gaan lopen met de hondjes. Sowieso. Rond een uurtje of 6:30 wil ik even lekker gaan lopen. Lekker even mijn lot in. Even lekker, dat ze weer even lekker kunnen rennen en alles. Dus lekker even kunnen zwemmen. Hé, lof. Het is warm, hè. Hey. Had je het al weggehaald bij de... oké. Hé, meisje. Ja. En zij steekt ook zomaar de weg op. Mijn schuld! Hè? Jij zat te roepen. Ja. Naar jou. Nee, dat nog niet. Het is soms een beetje grappig om te kijken wat ze doet. Maar het was toch rustig op straat, dus. Ja, maar één oog nog. Nee! En dat ze alweer hier was, kwam er een auto aan. Ja. Maar dat ze over ging steken, niet. Dat scheelt, ja. Kwam er geen auto aan. Nee. Kon ik niet zien. Ja, maar ik wel. Wat? Ja. Ja, wat? Ja, Karin. Vertel. Wordt wazig. Wil ik niet. Ja, je hebt Karin. Oh. Meester Roderick. Die krijgt ze niet. Sowieso niet. Die ook niet. Bedankt, Rama. Bananenramen? Gaan we bananenramen doen voor de... Dit is de... Nee, ik krijg ze ook niet. Deze bananenramen. Ja. Ik krijg ze de bananenramen. Prima. Lovely, je krijgt wat lekkers van mama. Oeh. Ja, en jij lust dat toch niet. Is dat zo? Nee. Oeh. Wil je eerst deze helemaal schoonmaken dan weer? Dat is lekker. Of lady? Niet hè? Nee, en dat dacht ik al. Zoet!
Nee, ladies, die is niet nodig, hè? Nee. 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 De motor starten. Ik weet. Jij weet. Ik weet en dat dit eigenlijk heel slecht is voor een hond, een Mona-toetje. Maar zo af en toe ben ik weer wazig. Dat is heel erg fel. Ja, dat kan. Moet je misschien eventjes naar boven schijnen. Nee, naar boven, nee. Even naar boven en dan weer rustig terug. Ja, kan ik weer? Ja, ik kan weer. Lof, kijk eens. Dit hola. Ik weet en dat een Mona-toetje eigenlijk heel slecht is, maar Loffy is morgen een half jaar, dus dat wil ik een beetje gaan vieren. En morgen, omdat ik het morgen druk heb, vieren we dat vandaag. Hè? Lekker zometeen een hele Mona-pudding, want daar staat jouw Mona-pudding. Ja. En mama kan deze niet hebben. Kijk eens. Loffy, ga zitten. Ga zitten. Zitten. Mag ik pootje voor jou? Mag ik pootje? Grote meid. Elisabeth, blijf zitten. Nee, zitten. Eet smakelijk, schatje. Yummy. Dat is lekker. Kom maar. Zal ik het even doen? Hoeveel tijd hebben we? Lekkere meid. Een beetje even wennen, hè? Alvast, hè? Voor jou een halfjarige, hè? Bijna. Kijk als je het er mij bij doet. Lekkere Mona-puddingen, schatje. Nee, je krijgt ook nooit wat. Nee, ik ben uitgehongerd. Maar dit krijg ze ook helemaal niet altijd hoor. Maar gewoon voor nu. Eén keer een grote Mona-pudding. Nou en. Gaat ze een beetje aan de race, dan gaat ze een beetje aan de race. Hè meid? Is ook maar eenmalig hoor mensen. Ze mag het even vieren dat ze morgen een half jaar is. Ja, lekkere Mona-pudding, hè? Is lekker! Morgen, dan moet mama weer naar school. Ja, morgen. Gezellig. Is lekker, meid. En naar achteren heb je nog een hele bak met en met water geschat. Is lekker, hè. Misschien dat je morgen ook nog wat andere lekkers krijgt hoor. Ja, gewoon met die broodjes zo.
Hé, moet kunnen. Verjaardag gevraagd ik vieren. Ja, bijna helemaal leeg. Grote meid. Wat is je lekker. Alsjeblieft, wijfje. Alsjeblieft. Ik lig weer lekker als vanouds op de bank. Jup. En dan hebben we daar nog iemand anders zitten. Die dus weer, alweer, een hele lekkere voetmassage heeft. Hè? Zeker wel. En wat zijn we aan het kijken? Jongens tegen de? Tegen de jongens, volgens mij. Jongens tegen de meiden. De meiden, ja, dat weet ik. Op RTL4, maar weer. Ja. Ja. Wat heb je allemaal gedaan met je voeten dan? Want? In ieder geval de pijn, zo. Wel, nee. Ik vind het van wel. Dan vind jij dat maar van wel, maar ik niet. Nee. Erg, hè? Dus heb je geen voetmassage meer nodig? Dat scheelt niet. Jawel. Nou. Dit is lekker. Oké. Ja. Heb jij alle aangifte gedaan? Tegen wie? Voor jezelf. Voor mezelf. Zelf aangegeven. Nee. En voor de belas? Ik heb iets ingevuld online en dat was oké. Heb ik ook al gedaan. En, ik hoef geen niks bij te betalen, dat scheelt weer. Dat is mooi. Alle belasting die al is ingehouden op het loon, dat is oké. Dat is mooi. Dus ik hoef geen centjes bij te leggen. Dat is mooi. Dat is fijn. Scheelt weer. Ja. Zal ik van dit jaar nog iets moeten werken daarbij? Geld verdienen? De belasting van vorig jaar kan betalen. Ja, jij zeker, ja. Ja. Schandig, toch? Ja. Maar dan verdien je dit jaar meer, dan moet je ook weer volgend jaar weer meer belasting betalen over dit jaar. Dus dat schiet eigenlijk dan niet op. Nee, dan niet, nee. Maar ja. Er ligt hier ook een hele lieve kater. Lekker op mijn schoot. Dat vind ik zo lief. Ik wil even mijn dingetje draaien. Hè? Sorry. Kijk, dan zie ik tenminste wat. Wat ik doe. Hè, kind? Speedy liefje. Ook niet altijd. Ja. Zo, nou. Vanuit mijn luie zondagbank, hier op de bank, ja. Wil ik jullie hartstikke bedanken. Ja, hartstikke bedanken. Dat jullie weer vertrouwd hebben gekeken naar mijn vlog. Ik zou zeggen, doe vooral dat duimpje omhoog. Die vertrouwde duimpje. Abonneer even op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En dan zien jullie ons weer snel terug. Doei! Mazzel!